Goed, we gaan door met waar we de laatste weken mee bezig zijn. En we zijn begonnen aan het begin van het jaar met al die dingen die aan het eind van het jaar hebben gesproken. Al die dingen die Jezus zijn dood tot einde heeft gebracht. En daar zijn we dit nou bezig met al die dingen die Jezus zijn opstanding, nieuwe beginnen, zijn hieruit gekomen. En we hebben het gehad over licht, we hebben het gehad over liefde, we hebben het gehad over een van de belangrijkste dingen in het christelijke geloof en christelijke wandel, dat is natuurlijk nederigheid. En we gaan het vandaag hebben over waarheid. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord, maar ik wil u vragen vanmorgen, Vader God, dat dit woord tot onze harten mag doordringen, dat wij mogen beseffen wie u bent. En wie wij in u zijn. In deze wereld van leugen, Vader God. Dat wij mogen weten dat u de waarheid bent. Vraag dat in Jezus' naam. Amen. Ik ga eigenlijk vanaf het begin beginnen. We zien in de Bijbel wat Jezus heeft. Jezus natuurlijk even ook heeft gezegd, maar over leugen en waarheid. Maar we gaan naar het begin kijken. En deze tekst heb ik er niet bij gezet. Maar we kijken naar het begin en toen God de wereld schiep en hij sprak tot Adam en Eva. We hebben altijd een idee van dat. Kijk, omdat de Bijbel niet veel zegt over bepaalde dingen die gebeuren, denken wij altijd dat die dingen niet gezegd zijn. Of dat, want de Bijbel vult ons niet veel in. Vertelt ons niet bijvoorbeeld hoe Abraham zich voelde over zoveel. Want dat waren niet eigenlijk de dingen die voor ons belangrijk zijn, maar meer zijn voor relatie met God. Nou, als we kijken naar Genesis, en we zien daar waar God dat tot de mens komt en hij zegt, als jullie van de boom eten, zal je sterven. Als je van de boom van kennis goed en kwaad eet, die in het midden van het hof zijn, zul je sterven. Nou, het voorbeeld dat ik daarbij altijd bij haal, is het volgende. Het is een voorbeeld dat ik vaker gebruik. Is bijvoorbeeld als ik naar jullie toe loop nou en zeg van kijk, jullie moeten dit niet doen. En als jullie dit bepaald ding doen, als jullie dit doen, dan gaan jullie vloeberen. Ja, wat is jullie eerste vraag? Wat is vloeberen? Oké. Nou, in principe heeft God dat gedaan. Hij zei tegen hen, als je aan deze boom gaat eten, ga je sterven. Niet sterft. Alles leefde eeuwig, toch? Tot op dat moment, toch? Denken jullie niet dat God hun heeft uitgelegd wat er gebeuren zal? Natuurlijk heeft hij dat gedaan, toch? Hij heeft gezegd, als je van die boom eet, gaat dit en dit en dit gebeuren. Hij zegt, je gaat sterven. Ze waren hele slimme mensen, dus hebben ze gezegd, wat is sterven? Toch? Ja, toch logisch? Oké. Nou, de vijand komt daar en de vijand is slinks. En ik wil echt een paar dingen over Satan zeggen. In Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14 en 15 zegt de Bijbel. Uit de Bijbel, deze hele belangrijke tekst. En hij staat hier, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Omdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen en alles zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Oké, hele duidelijke tekst. Het is namelijk zo dat de Bijbel zegt, wie u gehoorzaamt, dien slechts bent u. Staat in Romeinen. Oké. Nou, één ding wat we vaak vergeten is dat de mens is ongehoorzaam geweest aan God, toch? Maar hij is gehoorzaam geweest aan Satan. En door gehoorzaam te wezen aan Satan is alles wat ons toebehoorde, is aan Satan toegekomen. En hij zegt het zelf ook. Hij zegt in Lucas 4, zegt hij, en ook in Matthäus en zo, zegt hij ook, hij zegt, al deze koninkrijken zal ik je geven, want ze zijn mij gegeven. Hij zegt, ze zijn mij gegeven. Gegeven. Wie heeft het hem gegeven? Wij hebben het hem gegeven. Want God had toch ons allebeerschappij over de wereld gegeven, toch? Oké. Nou, dus hij komt naar de mens toe en hij zegt, wat zegt hij hier? En hij zegt, God heeft wel zeker gezegd dat hij niet zult eten van de enige boom in het hof. Nou, je weet, één ding moet je weten van Satan. Hij vertelt je altijd een halve waarheid en daarvan de verkeerde helft. Dus hij zegt hier,
Het enige wat waar was aan deze zin was eten, boom en hof. Dat is het enige wat klopte. Want God heeft gezegd, je mag van alle bomen eten. Zie je, God zegt altijd, je mag van alle bomen heen, behalve deze. Jullie begrijpen wel dat die boom er niet veel mee te maken had. Het had te maken met gehoorzaamheid. Ik kon even goed hebben gezegd, alle stenen hier mag je omdraaien, behalve die. Daarom ging het. Je moet niet vergeten, waarom draait het? Je hebt geen vrije wil als je geen keuze hebt. Daar komt het in principe neer. Dus hij heeft een keuze voor ze gezet. Maar wat interessant daarvan is, is dat de beloning voor het juiste kiezen stond er al. Waar of niet? Wat was dat? De beloning voor het juiste doen, als ze God gehoorzaam waren geweest, stond de beloning was er al. Zie, wij vergeten heel vaak de boom des levens. Die was er al. De boom des levens stond in het hof. Het stond er toch? Dus als ze gehoorzaam waren geweest, hadden ze het eeuwig leven direct daar gehad. Toch? Dus de beloning stond er al. Voor het juiste doen, toch? Ja? Nee? Toch? Ja toch? Oké. Nou, waarom vertel ik dit allemaal? Is wat het eerste wat Satan doet, is hij zet twijfels in je hoofd, in je gedachten. En ik zeg altijd, twijfel liever aan je twijfels, voordat je twijfelt aan je geloof. Want Satan zet altijd twijfels in je gedachten. Maar je moet één ding van Satan weten. En dat ga ik nou direct beginnen. Hij heeft totaal geen macht meer. De enige macht die hij heeft, en de enige macht die hij heeft, is diezelfde macht die hij heeft, die ik net heb gelezen. Hij heeft de macht van overtuiging. Persuasion, zeggen in het Engels. Hij kan je overreden om dingen te doen, heel goed praten. Daarom zegt de Bijbel dat we gedachten in gevangenschap moeten nemen. Elke schans en redenering, dus elke schijn en elke pretentie. Hij houdt ervan om argumenteren. Het staat letterlijk argumenteren en pretentie. Hij houdt ervan om te argumenteren met je. Ja, maar heb je daar naar gekeken? En heb je niet? Hij houdt daarvan te doen. Wat jij moet zeggen is van, donder op. Ik wil niet met je praten. Dat is alles. Ik heb niets te zeggen tegen jou. Ga weg. In de naam van Jezus, ga weg. Dat is wat de Bijbel ons leert. Maar zij gaan met hem praten. Ja? Hij zegt, de slang echter in vers 4 zei, gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat de dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Nou, het probleem hier was, weet je wat het probleem met deze leugen was? Hij heeft gezegd, God weet dat je dagen dat je ogen geopend zullen worden en je als God zult zijn. Wat is het probleem met die leugen? Ze waren het als God. Het staat, wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Gij hebt hem ietsje lager gemaakt bij Elohim. Dat is wat er staat in de psalmen. Ze waren het al, ten eerste. Ten tweede, deze vraag zei ik altijd, als ze niet van die boom hadden gegeten, dus tegen Satan zeiden, zoals ik iemand eens heeft gezegd, als ze die slang hadden gegeten in plaats van de vrucht, hadden we nog geen problemen. Nou, wat zou zijn gebeurd als ze niet tegen Satan gezegd, donder op. Zouden ze het verschil tussen kennis goed en kwaad hebben gekend? Sorry? Ja, tuurlijk zouden ze het hebben gekend. Want, ze hebben dan gekozen zeggen van nee, ik doe dat niet, dus dat is niet goed. Wat God goed zegt is goed, wat jij zegt is fout, dan herkennen ze direct het verschil tussen goed en kwaad. Waar of niet? Toch? Mijn ouders hebben even gezegd, je moet geen drugs doen. Ik heb het nooit gedaan, maar ik weet dat dat slecht is. Je hoeft het niet te doen om te weten dat het slecht is. Gewoon zeggen van, je kiest. Wat mijn vader zegt is goed, wat jij, die schrift zegt, is niet goed. Dan ken je direct de kennis tussen goed en kwaad. Boom. Maar van de juiste kant. Oké. Waarom vertel ik jullie dit allemaal? Is omdat doordat dit allemaal gebeurd is, is God door de mensen gezien, want natuurlijk zijn ze niet direct, boom, neer doodgevallen, want hij heeft ze gezegd, dit houdt dood in. Hij heeft ze verteld, door je vloebere verhaal toch? Hij heeft ze verteld wat gebeurde. En dan kan je kijken, want hij zei, als je kijkt naar Genesis, hij zei tegen, hij zegt tegen Noach, maakt u een ark van goverhout met vakken, gij zult de ark maken en haar binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo zult u haar maken, 300 L enzovoort enzovoort, oké? Okay? Jullie begrijpen wel, jullie weten wat pek is, toch? Dat is gewoon asfalt of zo, toch? Oké, waarom moesten ze dat doen? Sorry?
Oké, is goed. Alright. Dan gaan we een beetje verder. God heeft toen gezegd, ik zal de aarde nooit meer vernietigen door water. Toch? Maar in Genesis 11 staat er, de hele aarde nu was van één taal en van één spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij de vlakte van Sinjar, waar zij zich vestigden en zeiden tegen elkaar. Dus die opstand tegen God was helemaal nou weer begonnen. Niet waar? Want ze zeggen, laten wij tichelen maken en die goed bakken, dus stenen. En er staat hier, en de tichelen dienden hun tot steen. En wat staat er, wat diende hen tot leem? Asfalt. Pek. Ze wilden een waterdichte toren maken. Ik weet niet of jullie dit weten, maar de toren van Babel stond nog 300 jaar voor Christus, stond er nog. Oké. God wordt niet geloofd. Zie je? Satan heeft ons altijd willen laten denken dat wat God zegt niet echt helemaal waar is. Oké. Dus dat was de wereld van het begin. Als je door de eeuwen heen kijkt, zie je dat dat ook een rol speelt. En als we kijken dan naar onze teksten, Johannes hoofdstuk 1, en ik lees vanaf vers 1, en dat is een tekst die we allemaal uit het hoofd kennen, staat er, Johannes hoofdstuk 1, hij zegt, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geschapen, en zonder hem is niets geschapen dat geschapen is. In hem was het leven, en het leven was het licht van de mens, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. En hij zegt hier verder, vers 9, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komen in de wereld. Hij was de wereld, hij was in de wereld en de wereld was door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij komt tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit het wil des vlees, noch uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Nou, toen Jezus op aarde kwam, was er een diepe, diepe duisternis. Echt een diepe duisternis. En die duisternis, u moet goed, als je goed kijkt, is duisternis in principe gebaseerd op onwetendheid. Of duisternis in principe is gebaseerd of komt voort uit leugen. Ja? Want je moet niet vergeten, licht openbaart alles. Dan kan je alles direct zien. Je kan niet liegen in het licht, want iedereen ziet het direct. Met de duisternis kan je dat wel doen. Dus die duisternis was puur en simpel leugen. Diepe, diepe, satanische leugen. Want Jezus zegt ook in kijk even naar Johannes hoofdstuk 8. We gaan bepaalde teksten kijken en dan gaan we het allemaal bij elkaar zetten. Johannes hoofdstuk 8, vers 43. En Jezus zegt tegen de mensen hier, waarom is mijn taal niet duidelijk voor u? En hij antwoordt die vraag direct ook. Hij zegt, omdat u niet kunt horen wat ik zeg. U behoort tot uw vader, de duivel, en wil de begeerte van uw vader doen. Hij was een moordenaar van het begin en houdt zich niet aan de waarheid. Want in hem is geen waarheid. Wanneer hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugens. Maar omdat ik u de waarheid vertel, gelooft hij mij niet. Wie van u kan bewijzen dat ik schuldig ben van zonde? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Hij die God toebehoort, hoort wat God zegt. De reden waarom u niet hoort, is omdat u niet God niet toebehoort. Zie je, die duisternis. Satan heeft door leugen, heeft hij duisternis gebracht. Die duisternis is gekomen door leugen. En dat is waar wij tegenwoordig zoveel problemen mee hebben. Oké? Dus ze, op alles wat waar is, willen ze het uitmaken voor leugens. En het interessante is, je hebt altijd mensen die gewillig zijn om dat te geloven. We leven in een verschrikkelijk gevaarlijke tijd. Jezus heeft gezegd, het zal zijn zoals in de dagen van Noach, in de dagen van Sodom en Gomorra. De mensen geloven de leugen. En die leugen brengt duisternis. Geestelijke duisternis brengt het. Kijk even naar Johannes hoofdstuk 14. Want nou komt wat Jezus eigenlijk heeft gedaan hiermee, is dat hij is gekomen om het licht, want het licht schijnt in de duisternis, licht scheen in de duisternis staat, hè? En de duisternis heeft het niet kunnen bevatten.
Maar het interessante daarvan is, hebben we het vaker gezegd, is dat wanneer licht binnenkomt met een snelheid van 300.000 km per seconde, gaat duisternis met diezelfde snelheid eruit. Er is geen, hoe noem je dat, protest van de duisternis. Er is geen kreunen, er is geen geluid, er is niets. Hij moet wijken. Hij moet wijken. Op het moment dat je licht aandoet in de duisternis, wijkt de duisternis. Toch? De duisternis wijkt direct. Er is geen compromis sluit of wat dan ook niet. En Jezus zegt hier zelf ook. Uw hart wordt niet ontroerd. Geloof in God, geloof ook in mij. In mijn vaders huis zijn vele woningen, anders zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid, kom ik weder tot u en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen kent u de weg. En Thomas zeide tot hem, hij zegt, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En Jezus zeide tot hem, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij, dan door mij. En ik vind die volgorde die hij dat heeft gezegd heeft ook, vind ik tamelijk interessant. Want hij zegt, ik ben de waarheid en ik ben het leven en ik ben de weg. Hij heeft dat niet gezegd. Hij zegt, ik ben de weg. Om Jezus te leren kennen, moet je eerst naar hem toe lopen. En hoe dichter je naar Jezus toekomt, hoe meer je licht ziet en hoe meer de waarheid aan je geopenbaard wordt. En dat brengt leven. Dus hij zegt, zie je, dat wat Jezus eigenlijk hier zegt, is hij heeft gezegd, kijk, waarheid is geen begrip. Waarheid is een persoon. Jezus is de waarheid. Jezus is het licht. Dus duisternis in deze wereld. We worden vreselijk voorgelogen. En het gebeurt erger en erger. En ik zie de laatste tijd ook heel veel meer preken die worden gegeven. En hoe zou ik zeggen, er wordt meer en meer gesproken door echte broeders en zusters in televisie enzovoort over deze duisternis en over die leugen die verspreid wordt. Wij moeten leren om omhoog te kijken, niet om ons heen. Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Duisternis is een pure simpele leugen. En het probleem is dat hij weet goed te manipuleren. Maar 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 zegt, opdat Satan geen voordelen over ons behalen, want zijn gedachtenspelletjes zijn ons niet onbekend. Dus je moet weten hoe hij te werk gaat. Niet waar? Je moet gewoon weten hoe hij te werk gaat. Hij liegt. Als je de eerste slechte gedachte in je hoofd komt, is niet van jou, de tweede wel. Johannes 14 vers 15 en 17 zegt, hij zegt, wanneer u mij lief heeft, zegt Jezus, zult u mijn geboden waar, zal je doen wat ik zeg. En ik zal de Vader bidden en hij zal de andere troosten geven om om eeuwigheid bij u te zijn. En welke geest is dat? Hij noemt hem specifiek de geest der waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want hij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft in u en zal bij u zijn. Als je iets hoort of iets voelt of iets ziet of wat dan ook niet. Of iemand zegt iets tot je en het voelt niet goed. Laat het los. Zeggen, when in doubt, leave it out, zeggen ze in het Engels. Maar laat het los en vraag aan de Heilige Geest, wat moet ik hiermee doen? Want je gaat mensen kijken, want het is vaker gebeurd. Het is echt vaker gebeurd. Dat je van die geweldige bijbelleraren hebt en zo. Voor op een gegeven moment gaan ze de verkeerde kant op. Maar mensen blijven nog steeds naar ze luisteren. Toch, ik heb jullie toch verteld dat mijn broeder een keer vertelde, jaren geleden, dat hij met Derek Prince naar Rusland was gegaan enzovoort. En hij zegt, op een gegeven moment zei Derek Prince bepaalde dingen enzovoort. En hij zei van, ja, maar dat klopt, is niet echt heel de Bijbels enzovoort. Hè. Vertelde hij ons hoor. Hij zei, ja, wat hij daar zegt is niet echt heel de Bijbels. Wat is Derek Prince? Ik zeg van, shit. Ik ga dit verhaaltje nog een keer vertellen. Want het klopt en ik weet dat je het al honderden keer hebt gehoord. Maar Jezus vertelt al die verhalen, dat hoor je altijd. Een man liep op straat, ken je het verhaal toch? En achter hem liepen Satan en een van zijn demonen. En op een gegeven moment keek die man voor zich, ze konden hem niet zien uiteraard, keek en hij pikte iets op. En wat had hij gevonden op straat? Een stukje van de waarheid.
En die man was ontzettend blij ermee. En hij stopte het in zijn zak en hij liep door met een glimlach op zijn gezicht. En voelde in zijn, bleef zo voelen in zijn zak. Ja, het is er nog. Ja, liep. En hij was heel erg blij en zat en liep er gewoon door achter hem. En toen zei die demon tegen zichzelf: zeg, meester, vindt u niet erg dat hij een stukje van de waarheid heeft gevonden? Want zat, hij zegt, meester, ik merk, u reageert niet helemaal niet erop. Ik zou denken dat hij boos zou zijn of zo. Vindt u niet erg dat hij een stukje van de waarheid heeft gevonden? En zij zat en zei, nee, helemaal niet. Want het is maar een kwestie van tijd totdat ik hem heb overtuigd dat hij de hele waarheid heeft. Zo werkt het. Hij doet dat ook met Bijbelse dingen. Daarom zijn er zoveel valse leraars die opkomen tegenwoordig. Ze zijn er altijd geweest hoor. Want vanaf het begin waarschuwt Paulus in hoofdstuk 20. Hij zegt, wanneer ik weg ben, gaan er grimmige wolven onder jullie komen. Die jullie verkeerde leer gaan binnenbrengen. Ze gebruiken dingen. En weet je waarom ze dat kunnen doen? Is omdat Gods volk zijn woord niet kent. Weet je wat in Hosea 4 vers 6 staat? Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Laat me je één ding zeggen. Het is onze verantwoordelijkheid om Gods woord te lezen. Hij zal het in ons het werk laten doen. Maar als je Gods woord niet leest, kan je bepaalde dingen niet, komt het niet in je op. Begrijp je? Ik bedoel, wat moet ik nou doen? Een tekstbijbeltekst komt naar je toe. Echt waar. Gaat gebeuren. Is bij mij al duizenden keren in mijn leven gebeurd. Dan vraag ik jullie altijd, lees je Bijbel, lees je Bijbel. Daarom zet ik die tekst ook. Ga het gedurende de week nog een keertje na. Als je vragen hebt, kom naar voren, breng het naar voren. Dat is de bedoeling. Okay? Jezus werd niet genoemd de evangelist. Jezus werd niet genoemd de profeet. Of ja, dat toch wel, deden ze wel. Maar dat deed hij niet. Hoe werd Jezus genoemd? Leraar. Hij gaf les. Toch? Dat deed Jezus. En hij staat ook in de Bijbel. Hij ging door de dorpen heen om les te geven over het koninkrijk van God. De Bijbel zegt ook, David zegt, ik weet meer dan al mijn leraren, want u zelf onderwijst mij. Je leest je Bijbel, hij zal je die antwoorden geven. Maar we moeten Gods woord lezen en we moeten Gods woord toepassen. Betekent niet als je het niet toepast. Johannes 15 vers 26 zegt ook, wanneer de trooster komt, zei Jezus, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, deze zal van mij getuigen. Dus deze, de geest waar de Heilige Geest nu is, zal hij laten zien wie Jezus is. Johannes 8 vers 30 en 32 zegt, toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van mij. En u, dan zult u de waarheid verstaan en die waarheid zal je vrijmaken. En dan kan je het gewoon aanpassen, want Jezus is de waarheid toch? Dus hij zegt letterlijk hier, als jij doet wat ik zeg, als je mijn woord blijft, ben je waarlijk mijn discipelen. En dan zul je mij verstaan en mij verstaan is vrijheid. Want Jezus is waarheid. Dus ik heb gewoon voor waarheid dat Jezus ingevuld. Toch? Kijk, het is een hele duistere wereld. En is één ding dat wij niet goed begrijpen. Wat ik vind als mens dat wij niet goed begrijpen, is dat we hier echt maar tijdelijk zijn. We hebben altijd het idee dat we hier heel lang zullen zijn. En ik zal je vertellen, die jongeman die naar Jezus toe kwam, die hele rijke jongeman, die dacht ook dat hij er altijd zou zijn. Toch? Mensen zijn 2000 jaar dood. We hebben geen flauw idee hoe hij heet. Het is belangrijk voor ons om één ding te begrijpen. Ik ga jullie het verhaal nog vertellen. Ik weet dat jullie ziek worden van mijn verhaal, maar het is goed. Maar dit is echt gebeurd. Ik heb het al vaker verteld, maar het past mooi in dit verhaal hier. En voor u die het niet kennen, dan is het ook goed te horen. Van die Amerikaan die gedurende de Koude Oorlog naar, naar Tsjechoslowakije gaan. En want hij was een Amerikaanse Jood. En je weet dat verschillende rabbijnen hebben volgelingen. Toch over de hele wereld en die volgt die. En op een gegeven moment, hij wil altijd zijn rabbijn gaan opzoeken, maar hij kon dat niet. Hij kon, weet je, in Amerika mocht het toen niet. Hè? Dus het duurde soms jaren voordat je een visum kreeg om daar naartoe te gaan. Dus die man heeft heel veel uit te geven om eindelijk naar zijn rabbijn te kunnen gaan. En op een gegeven moment komt hij eindelijk daar aan. En in die tijd mocht dus, hij mag niet zomaar rondlopen. Hè? Dus hij werd afgehaald van het vliegveld. Hij werd gebracht naar het hotel. En dan
kan je niet op zaal lopen. Dus hadden ze een vervoer ook voor hem gebracht, geregeld. En die man bracht hem daar naartoe. En hij vertelde, ik heb het zelf gelezen jaren geleden. Hij vertelde, ze waren aan het rijden. Ze gingen door die verschillende dingen van de stad enzovoort. Dus, want deze rabbijn was wereldberoemd. Hij had heel veel boeken geschreven enzovoort. En hij kwam daar zo. En op een gegeven moment, hij zag, ze gingen uit die, ze gingen door mooie buurten enzovoort. En naarmate hij zag meer, gingen ze naar slechtere en slechtere en slechtere en slechtere buurten. Maar die man stopte op een gegeven moment voor een van die betonachtige gebouwen. En toen zei die man, daar moet je zijn. Het was een hele smalle trap. En bovenaan die trap, nogal lang, hoog was die trap, waren er, weet je, van die twee draadjes en zo'n fitting en een lamp erin. Het was gewoon een lamp. Dus ging gewoon een lamp zo met twee draadjes in. Kan niet kloppen. Dus die man zegt, ja, dat moet je zijn. Dus hij loopt naar boven. Hij klopt op de deur. En waar rempel? Zo'n rabbijn doet de deur open. En hij komt binnen. Hij ziet een klein appartement. Hij vertelde dit hoor. Een klein appartement. Hij zag zo'n keukendingetje daarachter. In één kamer was een keukendingetje. En dan had die man een stoel en had een tafel en twee stoelen met overal boeken weer. En dan kon hij die man, hij zag zijn slaapkamerdeur was open, zag hij zijn bed met zijn nachtkastje en boeken overal weer. En hij blurted it out, dus het kwam gewoon uit. Hij zegt, rabbijn, waar zijn al uw spullen, waar zijn al uw meubelen enzovoort? En die rabbijn zegt, waar zijn die van jou? Hij zegt, ik ben een toerist, ik ben maar op doorreis. En die rabbijn zei, ik ook. We hebben geen flauw idee dat we op doorreis zijn. Die rabbijn had het juiste idee. Hij was hier om te vertellen over de Torah. Dat was zijn taak, vond hij natuurlijk. Maar hij begreep het principe van, ik ben op doorreis. We moeten dat lied een beetje vaker zingen. Ken je dat, weet je wat ik bedoel? Wij zijn op reis. Ik hoor van dat lied. We zongen dat vroeger jaren, 50 jaar geleden. Dus in de zingend gaan wij naar ons huis. Dat is ons lied. Toen mijn moeders kist wegbrachten uit de zaal, de zwart-wijzaal, hebben we dat gezongen. Johannes 16, vers 13 en 15 zegt, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken en hij zal uit het mijne nemen en aan u verkondigen. En al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zeg ik, hij neemt het mijne en zal het u verkondigen. Zie, het is wat Jezus elke keer weer zei. Overal waar hij kwam zei hij, waarlijk, waarlijk. Waarom zei hij dat telkens weer? Hij zei altijd waarlijk. Want overal wat mensen deden is altijd gebaseerd op de leugen. Maar nu dat de waarheid komt, in spraak, in tegenwoordigheid en in persoon, ga je maar één ding horen. De waarheid. Hoe het werkelijk is. Maar je moet ook niet vergeten, het komt maar van één persoon. De schepper. Johannes 18, vers 8. Hoofdstuk 18. Jezus antwoordde en zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld, zegt hij tegen Pilatus, dus deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Oké, ik wil er gewoon eventjes tussenin. Het interessante is dat de dienaars van zijn koninkrijk wouden wel strijden voor hem. Dat geloof ik met mij in mijn hart. Ik geloof dat echt. Want Jezus heeft zelf ook gezegd, weet je niet dat ik 12 legioenen, dat ik mijn vader kon vragen, 12 legioenen van engelen stuurde, wat eigenlijk in principe overkill is. Want een legioen is ongeveer 6000 man, dus hij had het over 72.000 engelen, terwijl één engel in één nacht in het 185.000 van die soldaten heeft gedood, die Israël aanvielen. Eén engel. Hoeveel heb je 12, waarvoor heb je 72.000? Wat ik geloof echt gebeurd is, dat toen zij Jezus oppakte en hem en toen hem geeselen en sloegen enzovoort. Wat ik geloof echt gebeurd is. Ik geloof hem heel mijn hart. Want die engelen van God zijn gemaakt puur en simpel om de heiligheid van God te beschermen. Kan je ook zien in het Oude Testament, de andere keer kunnen we daarover hebben. Wat ik geloof dat gebeurd is,
is dat toen dat gebeurde, die engelen daar zo stonden, helemaal verbasterd. En de Heilige Geest stond zo. Terwijl al die engelen achter hem aan het dringen waren. Om te gaan. Die nietige dingen daar zo, die komen aan onze Heer. Dat kan niet gebeuren. Ik geloof echt dat dat gebeurd is. De Heilige Geest moest ze tegenhouden. Dat geloof ik met heel mijn hart. Dank God dat het geluk is. Dat is waar wij nog niet vrij. Dus hij praat hier met Pilatus en hij zegt, mijn koninkrijk is niet van hier. En Pilatus zei dan tot hem, u bent dus een koning. En Pilatus zegt, ja, u zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren, toch? Want niet vergeten, toen die wijzen kwamen, hebben ze niet gezegd, waar is de kroonprins? Ze hebben gezegd, waar is hij geboren, de koning van Israël? Jezus was de enige koning die als koning geboren is. En koning was voor zijn geboorte. En nog steeds koning is. Ik weet dat Israël denkt dat ze een democratie zijn, maar Israël in principe is een koninkrijk. Nog steeds. Je mag zeggen wat je wil. Jezus is de koning van Israël. Hij zegt hier, en Jezus antwoordde, ik zeg dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid getuigen zou. Zie je, ik kom de waarheid laten zien. Die duisternis van de leugen kom ik weghalen. En ik kom het beschijnen met mijn tegenwoordigheid. En dat is licht en dat is waarheid. Want ik ben de waarheid. Hij zegt, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Zie je, daarom zeggen mensen, ja, hoe kan ik Jezus' stem horen? Als jij in de waarheid loopt, in zijn waarheid van zijn woord en het toepast, ga je zijn stem heel duidelijk kunnen horen. Zegt hij letterlijk hier, ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Zo is hij. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Vers 37. Pilatus dan zei tot hem, wat is waarheid? Zie je, hij behoorde tot die duistere wereld. Zeg, wat is waarheid? Oké. En dan loopt hij naar buiten en hij zegt, na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten en zegt tot de Jood, ik vind geen schuld in hem. Zie je, want Pilatus was nou geconfronteerd met de waarheid. Niet met waarheid, met de waarheid. Zoals ik eerder zei, we zijn in een gevaarlijke tijd. Kijk even met mij naar Handelingen hoofdstuk 20. Ik heb het al eerder hier over gehad, maar ik heb het eerder gezegd, maar ik wil het, dat we samen even kijken wat er gaat gebeuren. Ik wil graag dat wij als gemeente op één ding staan. Eén ding staan wij, het woord van God. In het Engels zeggen ze, the Bible says what it means and means what it says. Oké. Wij worden gewaarschuwd om er niets aan toe te voegen, niets van af te nemen. Dat gaan we dadelijk ook direct zien. Oké. En ik weet dat mensen soms zeggen, want een keer herinner ik me nog, ik was in een vergadering een keer van een andere gemeente. En ze hadden een bepaalde leer binnengebracht uit Amerika. En die leer was al verschrikkelijk vreemd. Het had een zoveel dat je een alter in je had. Alle kinderen hebben een alter. Je hebt een alter, een kind in jou. En die moet je eruit dingen. Een zoveel. Ik zei, want het is niet Bijbels. Ik zeg, het is niet Bijbels. Dat staat nergens in de Bijbel. En maar verschillende mensen die daar. Er was één persoon die ook zei van. Ja, ik pleegkundige geestelijke zorg. Wat dan ik zoveel. Ja, en ik kan dat helemaal zien en zo. Dus het is niet waar. Het is niet waar. Dat is niet waar. Je hebt geen alter in je. Die dingen komen uit New Age. Hè? Ik ga niet erop ingaan, maar dat komt. Toen heb ik gezegd, ja, maar dat is niet waar. Het staat nergens in de Bijbel. En het is ook niet waar. Het is gewoon puntuit niet waar. Dat zijn van die dingen waar ik weet waar het vandaan komt. Toen zei die man tegen mij, die ze binnen had gebracht om die les te geven. En het was tamelijk interessant. Hij had een boekje en hij zei dit specifiek. Hij zei, ga naar bladzijde zoveel. Maar kijk, alsjeblieft niet verder in het boek. Dat moet je niet aan mij vertellen. Dus ik heb door dat boek heen gekeken, terwijl ze daar aan zaten waren. En er stonden verschrikkelijke dingen in. Van als je een kamer binnenkomt, moet je het 7 maal reinigen met het bloed van Jezus. En precies 7 maal, niet 6. Die soort rommeldingen stonden erin. Oké. En weet je wat ze altijd dan tegen je zeggen? Ja, jij kijkt alleen maar het woord, maar je moet ook naar de geest van dit. Ja. Dat is wat ze zeggen om je te pakken. Of als je het niet eens met ze bent, ben je liefdeloos. Oké. Hij zegt hier, en hij waarschuwt ons. We worden gewaarschuwd. Trouwens, als je goed kijkt naar bijna alle boeken die geschreven zijn, al die brieven, neem ik niet kwalijk, die geschreven zijn, was een boek, maar het zijn brieven, die geschreven zijn door de apostelen, elke brief waarschuwt tegen valse leer. Elke brief. Elke brief. En het begint bij Handelingen, want hij zegt hier,
zegt tegen de kerk waar hij was, zegt hij op hij waakt over uzelf en over de gehele kudde. Hij zegt dus tegen de leiders dit, waarover de Heilige Geest u als opzieners gesteld heeft. Dus de Heilige Geest bepaalt wie opzieners wordt, dus wie oudste zijn enzovoort. En hij zegt, dus waak over uzelf, dus niet alleen over de kudde, maar ook over jouzelf. En over de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij met zijn eigen bloed heeft vrijgekocht. Dus hij zegt, deze mensen heb ik vrijgekocht. Dus jullie moeten goed over ze, je moet ze wijden, goed het woord bijbrengen, goed in de waarheid lesgeven en hun vasthouden. In de waarheid. Want zelf weet ik, zegt hij vers 29, dat wanneer ik heen ga, grimmige wolven onder u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Zelfs uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die de waarheid zullen verdraaien om discipelen achter zich aan te trekken. En dat is een zoveel keren in de gemeente gebeurd. In deze gemeente is het op zijn minst, sinds ik hier ben, 5 keer poging tot daartoe gedaan. 5 keer. En 5 keer heb ik ze de deur laten zien. Ik ben niet bang voor jullie, ik ben bang voor hem. Want ik weet wat het is. Zij vertellen toen ze zeiden, van, je moet voorganger worden, heeft het me 3 maanden geduurd om te antwoorden. Want ik wou die taak niet hebben. Ik weet van een broeder, ik heb het jullie ook verteld, een broeder die vertelde dat voorgangerschap is heel erg moeilijk. Hij zegt, wanneer alles heel slecht gaat, denkt hij elke dag om te stoppen. En hij zegt, wanneer alles heel goed gaat, denkt hij 3 keer per week aan. Hij zegt, want je moet niet vergeten, het is een gevaarlijke taak. Hij zegt, wat hij zegt, de Heilige Geest is je opziener gesteld, wijd over ze. Want, en dan zegt hij niet zegt gewoon wijd over ze, hij zegt, dit is wat zij voor mij betekenen. Ik heb ze vrijgekocht met mijn bloed. Dus zorg dat jij ze de juiste voeding geeft. De juiste zorg, de juiste voeding. Dat is wat hij hier zegt. Want zegt hij, er gaan mensen komen, die grimmige wolven, verslindende wolven, die maar 1 ding hebben. Ze willen hun waarheid, tussen aanhalingstekens, op je leggen, op de mensen leggen. En wat staat er? Die de waarheid zullen verdraaien. Vers 30. Die de waarheid zullen verdraaien om discipelen achter zich te trekken. Waak dan en herinnert u, zegt hij, dat ik 3 jaar lang dag en nacht niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu draag ik u op aan de Heer en het woord zijne genade aan hem die bij macht is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder hen die geheiligd zijn. Dus hij zegt tegen hen, hij zegt, wees voorzichtig. Er komen die mensen onder je heen. En daarom is het ook belangrijk, als jullie iets horen, als ik er niet ben, het is al een keer gebeurd, al 2 keer gebeurd, ik er niet ben, als iemand iets, waren mensen die vroeger kwamen, hier kwamen spreken. En ze waren heel erg goed, ze begonnen heel erg goed. En we spreken, ze waren opbouwend. En op een gegeven moment begonnen ze dingen te leren die niet helemaal kosher waren. En ze hebben het gedaan toen ik een keer ergens anders aan het spreken was. En dat heeft heel veel problemen veroorzaakt, toch? Want een heleboel mensen zeggen, ja, maar dat klopt niet, klopt niet, klopt niet. Ik zeg tegen jullie hebben, het maakt niet uit wie je bent. Je bent een kind van God. Als je iets hoort in deze gemeente dat niet klopt, sta op en zeg, dat is niet bijbels. Dat is jullie taak en dat is jullie recht. Romeinen, ik ga wel eindigen met Romeinen. Dan gaan we volgende week hiermee door. Dit is een ontzettend belangrijke tekst. Dit gaat weer terug naar waarmee ik begonnen ben over wat Genesis is gezegd. Wat we in Genesis hebben gezien, hoe ze God hebben uitgemaakt tot, hij kan God niet vertrouwen, want hij heeft 1 ding gezegd, maar het is niet gebeurd. Het is toen niet gebeurd, maar het is wel gebeurd. Alles wat God zegt gaat gebeuren. Maar God kijkt niet in tijdelijkheden, hij kijkt in eeuwigheden. Romeinen hoofdstuk 1 vers 18, dat is een heel belangrijke tekst. Hij zegt, want de toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En kijk wat er staat hier. Wat maakt hun ongoddeloos en wat brengt hen onrecht? Die de waarheid in onrechtigheid ten onder houden. Ze doen het met opzet. Want kijk wat er staat. Hij zegt
Ik lees het nog een keer. Want de toren God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens, van mensen die de waarheid en ongerechtigheid in onderhouden. Daarom heeft hetgeen van God gekend kan worden in hem en openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard. Oké? Okay? Ik ga je zeggen, elke keer als ik naar mijn lichaam kijk of naar dingen om me heen, dat is onmogelijk. Vanmorgen was Neden beneden en ze riep iets naar me toe en ze was aan het praten enzovoort. En het komen de vreemdste gedachten in me op. Ik zeg, weet je wat, hoe kunnen ze zeggen dat er evolutie is? Hoe is dan taal ontwikkeld? Want ze is aan het praten en ik ben alles aan het registreren en dan antwoord ik ook direct. Dus ik ben niet aan het zeggen van, oké, wacht even. Ik ben te, ik zal dat maar lenen, te laat. Oké, ja, ik ben te laat. Dat doe je niet, toch? Ja, ik ben te laat. Oh, wacht even, ik zal je praat, zie, begrijp ik, doe je praat gewoon door. Hoe kan dat? Evolutie bestaat niet. Evolutie is al lang, 200 jaar geleden bewezen dat het niet waar is. Oké? Dus, en dat staat hier. Ze houden de waarheid ten onder. In ongerechtigheid. Want God heeft het hen geopenbaard. Kijk wat er staat, vers 20. Want hetgeen van hem dat niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldigingen hebben. Oké, je hebt de boeren, we planten al duizenden jaren planten, maar we zetten een zaadje in de grond, maar we weten niet hoe dat die plant naar boven komt, maar we weten wel dat het gebeurt, maar we weten niet hoe. Toch? We weten ook niet hoe bepaalde dingen van onze lichamen werken. Hoe slimmer we worden, hoe dommer we worden. Ja? Hij zegt, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, kijk wat er staat. Hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En kijk wat er staat. En het is wat geworden in hun hart? Het is duister geworden. In hun onverstandig hart. Beweren de wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Zie ze denken van, ik ga over geweldige dingen praten en zo. Zijn dwaas geworden. En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vergangen door hetgeen gelijkt op het beeld van vergankelijke mens, van vogels, van viervoetige dieren en van kruipende dieren. Dus langzamerhand begonnen de mensen, baden ze alle soort dingen, maar langzamerhand gingen ze naar het laagste. Vers 24. Daarom heeft God hen aan hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat zij bij hen het lichaam onteerd wordt. En wat staat er in vers 25? Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. Daar komt het vandaan. Ze hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijs is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door een tegennatuurlijke, eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn wel eens voor elkaar ontbrand. Als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor de verdiende loon voor hun verdwaling in zichzelf ontvangen. En daar zij het verwerpelijk achten de kennis van God te behouden, heeft God hen overgegeven aan het verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Zij zijn vervuld geworden door allerlei onrechtvaardigheden, kwaad, hebzucht en verdorvenheid. Ze zijn vol van nijd, moord, strijd, bedrog en kwaadaardigheid. Ze zijn roddelaars, lasteraars, haters van God, onbeschoft, respectloos, arrogant, opscheppers. Zij bedenken manieren om het kwade te bedrijven. Dus met andere woorden, vindingrijk in het kwaad. Hun ouders ongehoorzaam, gevoelloos, trouweloos, harteloos en meedogenloos. Dat is een hele waslijst. Immers, hoewel zij Gods rechtvaardige besluiten kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, gaan zij er niet alleen zelf mee door, maar geven ook hun goedkeuring aan hen die deze dingen bedrijven. Zij hebben de waarheid van Gods vervangen door de leugen. Dat is het probleem hier in de wereld. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. We zijn in een heel gevaarlijke periode van de wereld. En daarom is het belangrijk. En ik ga volgende week wil ik hier verder over gaan. Er is een geest van leugen die door deze wereld heen gaat. En het gaat ook door de kerken heen. Want een heleboel kerken, dat zie je ook in Amerika natuurlijk, van mensen die dingen geloven, die gewoon niet meer, die niet bijbels zijn. Ik vraag jullie, lees je Bijbel. Kijk het naar. Lees die teksten nog een keertje na en
Oké, okay. Want je moet niet vergeten, we moeten samen naar de Heer toe groeien. Want er staat dat wij samen met z'n allen kunnen begrijpen hoe diep, hoe hoog, hoe breed de liefde van Christus is. We moeten het samen doen. We kunnen het niet alleen doen. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord vanmorgen. En ik wil u vragen dat u ons helpt om alleen met z'n allen dichter naar u toe te mogen groeien. U bent Heer. U bent de waarheid. Uw woord is het licht op ons pad. Zo kunnen wij wandelen naar u toe op die weg die u voor ons heeft voorbereid. Ik dank u daarvoor. Ik bid voor ieder van mijn broeders en zusters hier vanmorgen dat wij vervuld mogen worden, nogmaals, met de geest van waarheid die u gestuurd heeft. Zodat wij nooit van uw woord zullen afdwalen, maar altijd omhoog zullen kijken naar u die ons verlost heeft. Wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegen? Volk van God, de Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.